Michele, na zo'n lastige middag ben je dan tevreden met een punt? Moet wel, want meer staat er niet in. En als je voor het voorgaande seizoen zegt dat je in november tegen Groningen speelt met 7 punten voorsprong en dat je nog een puntje meesleept, dat had je me gek verklaard. En toch hebben we het geflikt. En logisch was het heel zwaar, misschien onze minste wedstrijd. Alleen ook in de minste wedstrijd zie je toch dat team spirit bovenop komt. De jongens die ik gewisseld heb zijn fantastisch ingevallen. En die hebben geholpen om het team toch een puntje uit te slepen uit tegen Groningen. Dus dat mag je ook trots op zijn. Was het voor jullie dit seizoen enigszins nieuw dat je ook echt zo'n fysieke tegenstander trof? Ja, zeker. Ik vond de eerste half uur dat we juist wel heel goed in de wedstrijd waren zoals we altijd zijn. Daardoor scoren we ook een fantastische goal. Alleen heel slordig op die corner waardoor die 1-1 valt. En dat doet altijd wel iets mentaal. En dan zag je wel na een half uurtje dat Groningen wel wat beter werd. Terwijl de eerste helft nog niks echt creëerde. De tweede helft een totaal andere Groningen. En dan is het ook wel fijn om te zien dat we een team hebben die ballen toont. En die weet ook, oké, als we niet kunnen spelen zoals normaal spelen, dan maar alles tegenhouden. En dan proberen tegen te stoten. Ik vind het wel heel jammer dat we 2 goals op 2 spelervattingen vinden, want dat vind ik totaal onnodig. Niet dat Groningen dat verdient niet te scoren, maar dan liever maar op een andere manier. En er wordt volgens mij ook heel veel op getraind. We geven er heel veel aandacht. Volgens mij tot nu toe hadden we maar 1 goal tegen op spelervattingen. Nu 2 in 1 wedstrijd. Dat is weer reden om nog meer aandacht aan te geven. Ja. Had je ook op een duur door van er moet fysiek ook echt gewoon een stapje bij? Want je zegt die fase naar rust. Je schiet eerst zelf op de paal, daarna Groningen op de lat. Ja, en je merkt ook wel gelijk van, zij dringen nu echt aan. Ja, en daarom wisselde hij ook. En ik zag dat John moeite had om kort bij zijn tegenstander te zijn. Ik zag dat Ili lastig had om daar ook te doen. Dus wisselde hij 2 backs. Abdelai en Elso doen het fantastisch. Die, vanaf het moment dat ik heb ingewisseld, gebeurt eigenlijk bijna niks los van fouten van ons. En Tim die draagt een bepaalde rol als stofzuiger daar op het middenveld. Waardoor je eigenlijk nog de kracht hebt om die 2-2 te maken. En daarna is het een typische volwassen mannenwedstrijd waar eigenlijk probeer je gewoon die punten eruit te slepen. Die 2-2 van Jari, is het ook gewoon een stukje ervaringen te gewoon lekker inkleunen? En op welke manier die dan binnenvalt maakt ook niet heel veel uit. Nee, dat is een stukje zelfvertrouwen, een stukje verder die vooruit die we maken in ook volwassen worden. We weten dat we heel goed kunnen voetballen en dat we eigenlijk alles daarvan uit moeten eruit halen. En als het niet lukt, dan moet je ook plan B hebben. En daar heb je jongens zoals Jari en Tim nodig. De teller staat inmiddels op 11. Waar gaat dit eindigen? 12, hè? Lisse telt mee. Competitieduels dan. Oké, maar voor ons is elke wedstrijd hetzelfde. Ja, ik weet niet. Nogmaals, wij leven wedstrijd per wedstrijd. Nu hebben we Jong PSV en die gaan we zeker anders voorbereiden. Want we willen weer de dominante ploeg zijn die we in de voorgaande wedstrijd hebben laten zien dat we kunnen zijn. En nogmaals, zoals ik zei, ik ben er niet zo mee bezig. Op het moment dat het stopt, stopt het. En ik hoop dat het stopt op het moment waardoor we een hele goede les vanuit kunnen uithalen om daarna weer zo'n reeks te plaatsen. Tot slot, ik miste vandaag Pascal Bosgaard. Ja, de griep beheerst in Dordt en omstreden. Dus ik mis de grote deel van mijn staf vandaag. Ook Adjei. Wel allebei achter de buis aan het kijken en naar support te geven. Alleen ziek.